Ik heb net een debat gehad over nieuwe retailers. Als institutionele belegger vinden wij het erg belangrijk om in gesprek te blijven met nieuwe retailers. Omdat wij zien dat het sentiment in de markt erg gekleurd wordt door de retailers, de grote retailers die nu in zwaar weer zijn. Mijn standpunt erin is dat je de winkel de ruimte moet bieden om stad te laten zijn. En daarmee bedoel ik dat je horeca kan toevoegen in winkels, dat je beleving kan toevoegen, evenementen, dat ze langer open mogen zijn. Dat je gewoon meer creëert alleen het product alleen, een stuk beleving. Ik vind zelf dat het belangrijk is om een gevarieerd aanbod te creëren. En dat doe je door de sterke retailers, maar ook inderdaad ruimte te maken voor lokale ondernemers. Wat mij is opgevallen in het debat is dat we het veel hebben gehad over onder andere de rol van horeca. De wet en regelgeving die eigenlijk aangepast zou moeten worden. Maar als ik naar het debat luister, denk ik dat het nog wel even gaat duren. Er waren geen retailers aanwezig. En ik denk dat dat ook net het verschil maakt. Ik denk dat wij nu meer op zoek moeten naar die lokale ondernemers. Afgelopen jaar is het natuurlijk vrij gemakkelijk gegaan in de verhuur. En ik vind zelf dat wij ook als grote institutionele belegger meer op zoek moeten naar de lokale helden. De conclusie is dat er volop ruimte is voor de binnenstad om een belangrijke toegevoegde waarde te leveren voor de consument. Maar dat er wel ruimte moet zijn voor vernieuwing en verandering om de greep op de consument niet te verliezen. Wat je ziet is dat wel door de crisis en door de ontwikkelingen in de markt als de groei van online, dat partijen wel meer gericht zijn op samenwerking. En dat er wel meer wordt gekeken en meer getracht wordt om die ondernemers ook meer plaats te laten maken in de grote hoofdwinkelstraten. We hebben ook wel weer geconstateerd dat het lastig is omdat de trekkers in die grote steden, dat dat ook meer de basis is van een stad. Ik ben van mening dat de lokale ondernemers aangevuld zouden moeten worden aan die grote trekkers. In de toekomst zie je gebeuren dat winkels steeds meer een plek zullen zijn waar consumenten graag willen verblijven. En niet per definitie een plek waar ze een product gaan kopen.